Onze provincie heeft een echte topper in een sport die weinig aandacht krijgt. Stadjer Michael Erens is regerend Nederlands kampioen waterskiën. Afgelopen weekend kon hij zijn titel verdedigen. In Harkstede werd het NK waterskiën aan de kabel gehouden. Deze baan is, ik ben natuurlijk heel erg chauvinistisch, de beste van Nederland. En ook een van de beste in Europa. Vandaar ook dat internationale skiers achter de kabel hier heel graag komen skiën. Zoals de Duitsers bijvoorbeeld, die naast de Nederlanders strijden om hun eigen kampioenschap. De grote favoriet voor het Nederlands kampioenschap is Michael Erens, uit Groningen. Hij werd de afgelopen 3 jaar kampioen van Nederland en won zelfs zoveel prijzen dat hij de tel kwijt is geraakt. In de jeugd ben ik ook meerdere malen Nederlands kampioen geweest. Dus het is niet echt dat ik een lijstje bijhoud van hoe vaak het nou precies gebeurd is. Ik heb Michael angefangen te trainen toen hij nog klein kind was. En ik moet met stolz zeggen dat hij zich zeer, zeer goed gedaan heeft. En hij gehört jetzt absoluut zu einer Spitze der Wasserskiweltsport. Toch begint hij niet al te best aan het kampioenschap. Bij het onderdeel slalom komt hij ten val en blesseert hij zijn enkel. Hierdoor moet hij op de laatste 2 onderdelen een achterstand goed maken op de concurrentie. Op jeden Fall wird hij dat schaffen. Ja. Toch gaat het niet helemaal zoals gepland. Michael komt weer ten val en dus gaat Rico Lavrijzen uit Brabant er met de eerste prijs vandoor. Tenminste, dat denkt iedereen. Inclusief Michael zelf. Ja goed, in de training laat je het dan wel zien. En dan skiën gewoon veel beter, zeg maar, als de rest. En dan is het dan helaas vandaag ja, dat het niet lukt. Goed, ja, dat is het waterskiën. Toch bleek ruim na de wedstrijd dat Michael toch is verkozen tot Nederlands kampioen. Maar omdat Michael het er zelf niet mee eens was, maakte hij een zeer sportief gebaar naar Rico Lavrijzen, de echte winnaar. Ja, ik heb gewoon soort beker, zeg maar, heb ik gewoon aan hem gegeven. En hebben we gewoon omgeruild, zeg maar, dat hij wel de nummer 1 heeft en ik de nummer 2. Een mooi gebaar van misschien wel de beste skier van Nederland. Toch staat er dit jaar bij Michael op de schoorsteenmantel een 2e prijs.